UNESCO heeft de stad Gent bekroond met de titel City of Music. Een van de toffe prijzen die we gewonnen hadden, vond ik ook het mooiste licht hadden. S'avonds, s'nachts. De belichting van de stad. Maar deze is toch nog een stuk meer waard, denk ik, omdat het een onderlijnen is van de bruisende muzikale activiteit die in deze stad is. Gent lijkt te beschikken over een heel specifiek microklimaat. Een microcosmos zelfs, waarbinnen al die muzikale talenten, die creativiteit op wonderbaarlijke wijze kan floreren en gedijen. Wat is daar nu de verklaring voor? Waarschijnlijk heeft dat te maken met onze erfenis nog altijd. Dat in de Vlaams-Burgondische-Franse tijd er bij ons zeer veel geld was. En de kerk, die toen het hoge woord had, een muziek heeft tot stand gebracht die in die tijd, dus ik spreek voor de Renaissance en tijdens de Renaissance, de allerbeste muziek was op wereldgebied. En die ook trouwens werd geëxporteerd naar Italië en Spanje. En waarschijnlijk zijn daar de wortels gelegd van onze muziekcultuur die nog altijd aanwezig is. Tja, geld. Op dit punt lijken de meningen nogal uiteen te lopen. Is het mecenaat, ik bedoel daarmee het investeren in kunst, in muziek, in dans, is dat een voedingsbodem voor of een bron van creativiteit? Of is het net het ontbreken van de ducaten dat de fantasie prikkelt? Huren waren er vroeger historisch laag vergeleken met andere grote steden. Dus iedereen kwam hier graag wonen, het was goedkoop. Alle muzikanten en anarchistische kunstbeoefenaars konden hier terecht. En zo is er echt een levendige scene gegroeid. We kunnen aannemen dat in de loop der tijden hier in Gent een aantal mensen een vrijplaats, zowel als een relatief goedkoop onderkomen hebben gevonden, van waaruit zij dus zonder al te veel kopzorgen hun kunst volop konden beleven. Gent en de mentaliteit in Gent als stad is heel aantrekkelijk voor muzikanten. Ik zou zeggen, de muziek die hier ontwikkeld wordt is een soort bastaardmuziek. Muziek met een hoek af. Door de geschiedenis heen is Gent altijd overmeesterd geweest door andere landen, hè, grootmachten zoals Spanje, Holland, Frankrijk. Er was altijd een grote wisselwerking en openheid naar andere culturen toe. En dat heeft Gent behouden, die nieuwsgierigheid naar altijd maar nieuwe dingen. Ik heb het gevoel, en ik denk dat dat ook wel klopte in het verleden, dat dat mensen uit de grote steden, en ik bedoel dan Parijs, Londen, Amsterdam enzovoort, dat die als ze naar elkaar moesten gaan, altijd wel ergens passeerden. Ofwel door Vlaanderen, maar ook door Gent. En dat Gent misschien een soort van stopplaats was. Een plek waar dat ze even tot rust kwamen. En ik denk, vanuit rust kan er heel veel vertrekken. In de middeleeuwen, de tijd van de grote handelsroutes, al die creatievelingen op doorreis, die vonden hier een tijdelijk onderkomen. Ja. En ik denk dat we mogen aannemen dat dat nog steeds het geval is. Ja. I didn't expect to be staying more than 4 or 5 years, but it's been 13 years that I've been here. So you could say it's sort of creeping into me, and I sort of feel like part of me is how they would say a Gentenaar, no? A person who lives here and belongs here. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, a walk unbound, till we had him rude, we're kind of falling out. Alle grote West-Vlaamse kunstenaars komen naar Gent en hebben Gent ingepalmd van binnenuit. Het is een soort paard van Troje eigenlijk. de West-Vlaming als motor van de Gentse muzikaliteit. Wow. Iedereen uit West-Vlaanderen die asiel kwam zoeken in Gent, is er ook blijven hangen en is er kunnen blijven hangen. Het is een bewijs van het internationale denken van Gent. Met alleen maar voordelen voor Gent zelf natuurlijk. Als mij iemand vraagt in het buitenland, ja, van waar zijn? Ah, van Gent. Ach, en dat, het eerste wat ik daar altijd vertel, wel, je moet weten, Gent was zo groot als Parijs in de 14e, 15e eeuw. Die gezonde combinatie tussen concurrentie en curiositeit vind ik hier wel in Gent voortdurend terug. Het feit ook dat dat het eigenlijk een provinciestadje is, dat alles dicht bij elkaar ligt en dat we op mekaars vel zitten en gemakkelijk naar mekaars dingen kunnen gaan kijken, helpt ook natuurlijk om dat contact te bevorderen. Ghent is a small city. Belgians tend to call it sort of like a village still, but it sort of behaves like a big city in a lot of ways. There's a lot going on. There's a lot of creative people here. There's a lot of different kinds of art going on. In Gent zijn er eigenlijk vrij veel faciliteiten. Er is ook veel aandacht voor jonge bands. Er is een zeer interessant clubcircuit. Er zijn in elk geval een aantal gerenommeerde, belangrijke festivals. Het Festival van Vlaanderen is daar zeker één van. Zelfs het filmfestival hier in Gent, omdat het filmfestival in Gent toch wel kiest voor het benadrukken van de filmmuziek. Er is nu Democracy, die op verschillende plekken in de stad concerten organiseert. Er is de Handelsbeurs, er is Vooruit, die een eigen muziekprogrammatie heeft. Er is ook veel jazz, er is veel klassiek. Ja, de Pijloken is een belangrijke plek. Een van de belangrijkste in de laatste jaren is Gent Jazz. Die net als vele internationale festivals de genres een beetje mixt en afgaat van de pure jazz. Gent is eigenlijk een beetje uitgegroeid tot een soort van centrum toch, van popmuziek in Vlaanderen. Hè? Ja, wat zeker zeer hoog aangeschreven staat bij mij is de hoogmis van de laag en de hoge cultuur, dat is de Gentse feesten. Er is ondertussen ook een heel groot publiek gekweekt in Gent ook, die open staat voor al zo'n dingen die daarop afkomt. Er zijn weinig voorstellingen, concerten die bijna niet uitverkocht zijn. Dat is, dat is verwonderlijk, maar tegelijkertijd ook verstaanbaar. En voor artiesten is dat absoluut een stimulans om verder te doen. Kortom, Gent is een soort paradijs waar wij ook bijzonder graag in leven. Ja, laat het duidelijk zijn, het is gewoon heel moeilijk om het Gentse geheim te ontsluieren. Of om één waterdichte verklaring te vinden voor wat zich hier al jaren afspeelt. Maar misschien moeten we er stilaan vrede mee beginnen nemen dat de wetenschap niet alles kan verklaren. Misschien moeten we gewoon ophouden om bepaalde dingen te proberen verklaren. Misschien moeten we gewoon blij zijn dat sommige dingen er zijn. En er gewoon van genieten. What is the reason why Ghent is such a musical city? You know, I've been thinking about that for a very long time. I really have to admit I have no idea. Although I seem to find that the water here has a very high calcium level. So maybe it's the drinking water.